Ja, wat ik eigenlijk probeer te doen met mijn werk, komt enigszins voort uit mijn achtergrond. Ik ben namelijk opgegroeid met het spelen van piano. En ik ben al vrij vroeg gewend geraakt aan de directe manier waarop muziek werkt. En toen ik later beeldende kunst ging maken, toen miste ik eigenlijk heel erg die directheid. Dus wat ik probeer te doen is om beeldende kunst te maken die eigenlijk zo direct is als muziek. Wat ik uiteindelijk wil is een soort gezamt kunstwerk creëren waarin ik alles in handen heb, hè? Waarin ik de film maak en de muziek. Voor de Prix de Rome heb ik werk laten zien van de laatste 3 jaar. Twee werken uit 2007 die bestonden uit één beeld. Wat ik daarin probeerde te doen was echt met mijn gemoedstoestand als een soort zoeklicht zoeken naar één scène die voor mij eigenlijk ja, alles zei wat ik op dat moment voelde, maar dan in één beeld. En in die zin probeerde ik werk te creëren dat heel persoonlijk is, maar tegelijkertijd heel open. Ik wil ook nou ja, werk maken waar ik het fijn vind als ik zelf nou ja, meer een soort universele rol speel, zodat ja, mijn publiek eigenlijk zelf erin kan zien wat het wil. Andere film die ik heb laten zien, dat was mijn laatste film, die is iets complexer en die ging eigenlijk over de parallellen tussen schaak en piano. Het is echt een werk dat je moet zien en het is niet een werk dat ik in korte tijd nu kan uitleggen.